Deze of deze? Is dat goed, mensen? Hi allemaal, how are you guys? Ik ben nu aan het werk, ik ga zo meteen naar huis. Ik bedoel, ik ga zo meteen Sharon halen. Want we gaan naar Kirpelani om een paar spulletjes te kopen. Omdat we ergens moeten gaan en zo. Dus ja, dan gaan we even. Zo guys, we zijn al op de kledingafdeling omdat ik jullie niet heb verteld wat Sharon en ik een paar dagen geleden hebben uitgehaald. Ik bedoel wat ik heb uitgehaald. Ik had een mooie broekenrok gezien en toen heb ik het bewaard. Dus zometeen gaan we samen kijken als het nog daar is, want dan ga ik het kopen. Er waren niet zoveel van de maat dat ik nodig had. Dus ik dacht ik bewaar het zodat ik het for sure kan vinden. Ik ga even die shot daarvan plaatsen, dan kom ik straks bij jullie terug. Alles lekker met jullie? Ik ben nu in Kirpelani en ik ben met Sharon aan het window shoppen. Ah, Sharon, wat moet dat zijn? Ga die stoel naar beneden. Nee. Ik ga niet naar beneden. Nee, die stoel moet naar beneden. Wanneer je zo gaat, dan moet je gewoon zo zetten. Maar het gaat niet. Nee, dan ga je gewoon zo. Sharon, wat een stoel dat naar beneden gaat, mensen. Kan iemand me zeggen waar we dat kunnen vinden? Stroef. Zet dat voor mij. Zet dat voor mij, laat maar zien. Want ik heb het nodig. Look at that butt. Vinden jullie dit mooi? Ik wel. Maar het heeft geen prijs, dus het is gratis. Nee. Dankjewel, Kirpelani. Huh? Wat geen prijs heeft, is gratis. G28. 52. 18. 29. 50. Ik heb een broek aan, is toch cute? Is zo cute. Maar hij is een beetje strak. Oeh! Ja. Ja, akkoord. Je lacht. Doei, alleen om een broek, mensen. Ik ga deze broek bewaren tot dinsdag, want pas dinsdag kom ik het kopen. Maar ik ga het daar onderin in een doos bewaren. Zoek maar het M voor mij hoor. Is dat M? Ja. Laat me even pakken. Dus, ik zie wel leuke rode pannen. In mijn keuken heb ik alles rood-zwart. Dus, dat trekt me wel aan. Dus guys, hun parking space vind ik geweldig. Oh ja, kijk, het is nog niet af. Dit stukje moet nog gedaan worden. Wait. Het is echt tof. Oké guys, jullie hebben het gezien. We waren een paar dagen geleden al hier. Maar we zijn nu terug om uiteindelijk dingen te kopen. Kom kijken, het is nog hier. Tantana! Marok, ik heb het gevonden mensen. Tada! Dus ik loop en ik schreeuw, wauw. Dit is echt waarvan ik hou mensen. Dit materiaal heb ik al als mat in mijn kamer. Maar ik vind het zo mooi. Even. Deze of deze? Die eerst, die tweede. Dit? Ja. S. No. Nee. Dat was in 2014. M. Dat was in 2015.
Oh, dat hebben ze niet van 2019. L. Is het niet van 2018? Wil je afhouden? Kom er echt maar. Je put it in af, love. Je lijkt op iemand die zwanger is met die jurk. Mensen, zeg me, als deze jurken niet voor dames zijn die pas bevallen zijn. Meestal trekken hun zulke jurken aan, hè? En dit? Dit is wel. Het is oké. Die je zo net wees. Of dit, en dit. Ga maar zien. Ja, dit is cute. Ja. Het past precies. Mag ik wat erop staan? Daarom zeg ik dat het goed is. Nee. Je bent crazy. Ik heb een hele mand vol wat ik ga passen, dus dat ga ik nu doen. Dit is momenteel met mij in de paskamer. Ik ga even passen. Zodat ik heb alvast deze crop top aan. Met deze rok. Want het is... Je moet echt dokken. Is dat goed, mensen? Dit is fit number 2. Je moet echt zakken. Dat ding is te... Wacht. Niet zo steen of zo. Ja, dit is fit number 2. En het is cute, toch? Sharon? Helemaal. Dit is echt mooi. Maar je moet ook zeggen wie die kleuren heeft uitgekozen. Mensen, ik heb die kleuren uitgekozen voor mezelf. Echt cute, hè? Zodra Effie gaat shoppen en ik erbij ben, geloof me, kies ik bijna alles voor de uit. De bril heb ik uitgekozen. Die kleren heb ik ook uitgekozen. Zo. Gang agrani. Na een hele poos zijn we eindelijk uit de kleding area. We gaan nu lekker haarproducten kopen. En ik ben in de Cantu area now. Dit is genoeg voor ons, toch? Kok in, hoor. Moet ik dat niet? Ja, ja, maar. Huh? Ja, want dan kan je volgende week bami maken. Ik heb er maar één, maar kijk. Wat is dit? Je moet het wassen, Abby. Ik wil het niet wassen, je moet het daar wassen zijn. Nee, oeh. En er is hier een heleboel make-up. Ik ga het even uittesten op mijn gezicht. Gewoon voor de vorm, want hierna gaan we gewoon naar huis. Dus als het lelijk is, dan is het lelijk. Ik ben geen make-up artist, know that. But I'm just gonna try something. Waarmee moet je beginnen? Dit is hem. Met mijn bril. Prachtig. Nu pas ik hoe ik eruit zie. Het matcht wel met mijn kleur. Dus die dame gaat het even scannen. Dit is de laatste. Ze gaat het even checken voor me. Als het er is, kan ik het misschien kopen. Man. Het is wel cool. Het is cute. God, mijn foundation staat zo leuk op me. Deze winkel heeft het niet meer. Dus we gaan even snel naar die andere Kerpelani. Aan de Domeinstraat, toch? Yes. Ja, en dan gaan we het daar even kopen. Zo so guys, ik heb het gevonden. Goed. Ik zie geel. Yeah. Is het mooi? Nee. Echt boys, ze zijn zo nee. Maar like, don't try it. En deze?
Dit is het. En ik was en ik heb toch een pellet gekocht. Ik word ook mijn make-up artist nu. Lol. Dat was het voor deze video, guys. We hebben alles gevonden wat we wilden. En we gaan nu lekker naar huis. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Als je genoten hebt, vergeet niet om een thumbs up achter te laten. Want de meeste mensen vergeten het. Dus vergeet het niet. Druk gewoon nu op die like, comment en subscribe. Alles wat ik zou zeggen is, mis me niet. Bye!